Duurzaamheid is een belangrijk thema in de regio Gooi en Vechtstreek. Eerder besteden we aandacht aan de gemeenschappelijke inkoop van groene stroom door de diverse gemeenten. Vandaag kijken we bij Drukkerij de Toekomst in Hilversum hoe zij omgaan met duurzaamheid. Jan, we staan hier in jouw drukkerij de Toekomst bij de Speedmaster. Wat is dit voor een apparaat? Dit is een offsetpers, een drukpers. En hier gaat het papier blanco in en dan wordt het bedrukt. Hier wordt gescand, dus de drukker haalt elke keer een vel eruit. Dan wordt hij gescand en dan kijkt hij naar de kwaliteit, want je moet een constante kwaliteit uiteraard hebben. Want ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment iets minder magenta in die machine zit. Dan zou die minder die kleur aangeven en dat kun je hiermee registreren. Ja, hij registreert dat en dat zie je dan vervolgens. Hij gaat hem nu scannen. Dan meet hij met een oog meet hij die strip. En vervolgens zie je dat dan op het scherm verschijnen. En dan kun je dat naar de pers toe sturen. En dan wordt er volautomatisch worden de inktzones gestuurd. Zodat hij meer of minder inkt krijgt bij de volgende afdrukken. Maar Jan, wat is nou het duurzame aan deze machine? Het duurzame in de machine dat je op een hele goede manier goede producten kunt maken. Dat betekent wel dat je goed onderhoud moet plegen. Want anders kunnen er lekkages ontstaan. Dan moet je niet alleen denken aan inkt, maar ook bijvoorbeeld met lucht. Lucht is een hele dure manier om van energie als je dat samen moet persen. En hier werken we ook met gecomprimeerd lucht. Dus dat moet je goed onderhouden. En het tweede wat heel duurzaam is, dat is die scanner eigenlijk. Want daardoor heb je heel weinig inschiet nodig. Vroeger had je wat meer inschiet nodig omdat je dan met het oog ging kijken en dan ging bijsturen. Dat gebeurt nu veel meer automatisch. Op 4x23 inktzones tegelijk. Dus je hebt eigenlijk minder verspilling? Je hebt minder verspilling en daardoor heb je minder inkt, maar ook vooral minder papier nodig. Duurzaamheid zit er natuurlijk soms ook in hoe lang je de machine kan gebruiken. Ik zie hier een apparaat, een machine, 1965, dus die is meer dan 50 jaar oud. Is die nu afgeschreven of wordt die nog gebruikt? Nou, financieel is die inmiddels wel afgeschreven na 50 jaar. Maar je ziet hem, wordt gebruikt bijna elke dag. En het aardige is, dit is eigenlijk de voorloper van de pers die we net gezien hebben. En dit is nog in de boekdruk. Die boekdruktechniek is achterhaald, die is ontwikkeld. Er is een offset verder uit voortgekomen. En het aardige hiervan is, deze machine is omgebouwd. En die gebruiken we om mappen uit te stansen, voor stickers te slitten, zodat je die eraf kunt pakken. Of een rail in heel dik papier te zetten, zodat je het kunt vouwen. Dus je gebruikt hem niet meer om te drukken, maar om iets anders toe te voegen. En daar is hij heel geschikt voor. Het is een weliswaar heel oude, maar een buitengewoon degelijke machine. En je kunt wel hele moderne gaan kopen, maar deze machine doet het nog prima. Maar verbruikt zijn machine dan niet veel meer stroom dan een modernere variant? Ja, dat is wel een punt dat toen deze machines gebouwd werden, werd daar nog niet zo op gelet. Je let bij je inkoop op duurzaamheid? Ja. Op welke manier eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld door papier te kopen wat minder milieubelastend is. Kun je denken aan FSC. Dat is papier wat komt uit bossen die daar speciaal voor gegroeid zijn. Dan moet je denken aan bossen in Finland en in Zweden. Maar ook de andere kant op, in Brazilië, in Indonesië, willen we niet dat er gekapt wordt in de oerbossen natuurlijk. Okay. Maar dan op een gegeven moment heb je je papier gebruikt, je hebt allemaal restafval en dat zien we hier. Dat doen jullie ook gescheiden? We scheiden zoveel mogelijk, want afval wordt weer hergebruikt, bij papier zeker. En dan zie je het bonte, wat wij bontafval noemen. En dan zie je dat is waar bedrukt is, daar zit inkt op, dus dat moet straks ontinkt worden. Dat is dus iets minder milieuvriendelijk. We scheiden het ook met wit papier. Dus allemaal snijafval, zeg maar. Dus waar helemaal geen inkt op zit. Nou, dit is onze printservice. Hier staan een aantal printers. Twee grote full-color printers. Een zwart printer. En collega's, het wordt ook wel digitaal drukken genoemd. En het is eigenlijk vergelijkbaar met de printer die je thuis of op het kantoor hebt staan. Alleen het is qua formaat, snelheid en kwaliteit. Ietsje groter. Maar is dit nou milieuvriendelijker, dus duurzamer dan de offset? Ik denk in zijn totaliteit misschien iets wel.
Want daar werk je natuurlijk ook met inkten en dergelijke. Daar werk je met wat meer chemicaliën. Dat is hier niet het geval. Aan de andere kant, hier heb je ook elektriciteit natuurlijk voor nodig. En wat ik al even eerder gezegd had, het ontinkten is met offsetinkt iets makkelijker als met toner. Hoe verder we bedrijf in gaan, Jan, hoe geluidsarmer het wordt. Dit is de derde afdeling, zal ik maar zeggen. Dit is digitaal. Dit is de digitale kant. Hier worden websites en apps ontworpen en gebouwd. Dus het is meer een kantooromgeving en dan is het lekker rustig. En wat is hier nou de duurzaamheid van? Nou, duurzaamheid, uiteraard, je gebruikt geen papier, is de digitale kant. Dus er is minder papier voor nodig. Je hebt geen inkt nodig. Maar ook hier zit weer een andere kant aan. Want al die websites moeten wel gehost worden. Dus dan heb je van die bunkers waarin servers allemaal staan. En dat kost natuurlijk ook wel energie. Duurzaamheid is niet alleen milieu en energie, maar dat zit hem ook in het personeelsbeleid. Hoe vertaalt zich dat bij jou, Jan? Nou, je probeert personeel te binden aan het bedrijf voor langere tijd. Dat geldt voor jongere werknemers, maar ook voor ouderen. In de drukkerij hebben we wat oudere werknemers. Die probeer je ook zo goed mogelijk te binden. Dat betekent dat ze soms dat je een andere plek zoekt voor mensen. En nou, met de jongeren hebben we op een gegeven moment afgesproken om vrijdag nog even gezellig de week af te ronden. En nou, met een biljartje en wat te drinken erbij. En... Heb je ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Op dit moment niet heel direct. We hebben wel een oudere in dienst genomen onlangs. Niet in de zin van arbeidsgehandicapt, als ik dat woord zou mogen gebruiken. Die hebben we overigens wel gehad. We hebben een meneer gehad die doofstom was, dus niet zo goed kon communiceren. Dat is ook wel eens een beetje lastig, maar een hele goede werknemer, prima kerel, maar ook voor zijn werk, heel goede vakman. Want hij liet zich niet afleiden door zijn collega's. Precies. 8 gemeenten werken nauw samen in de regio Gooi en Vechtstreek, die zich met diverse thema's bezighoudt. Ruud Bochart van Gooi TV brengt deze zaken voor het voetlicht in het televisieprogramma Regio Hub.